Goedemiddag allemaal. Aandacht voor elkaar, dat is het thema van deze maand. En ja, dat kan in coronatijd ook. Ik zal u straks uitleggen hoe dat bijvoorbeeld zou kunnen. Het thema is landelijk, regionaal en lokaal van toepassing, want het gaat om mensen zoals u en ik. En dan kan een telefoontje altijd belangstellend. Ook in uw straat kunt u nagaan wie net even wat meer beperkingen heeft, en even aanbellen met de vraag, kan ik iets voor u betekenen? Het college doet dat bijvoorbeeld ook door bij ondernemers langs te gaan, uiteraard met de coronamaatregelen in acht, met de vraag van hoe het hen vergaat en waar ze tegenaan lopen en welke mogelijkheden zij zien. En dat levert interessante gesprekken op en voorbeelden ook van hoe ze dat uitstekend hebben georganiseerd. Goed om te zien, goed om die veerkracht te zien. Ook sprak ik een inwoonster die het idee heeft om in de maand november, december de kerst- en sfeerverlichting iets eerder buiten te gaan hangen, om zo ook die warmte en de gedachte daarvan verder te gaan uitstralen. En dat spreekt mij ook aan, want dat zal een mooi beeld geven als wij 's avonds een wandeling maken. Een mooi warm beeld. En dat wens ik u allemaal toe. Tot de volgende keer.